Ja, we hebben eigenlijk alles tussen Kampen en Zwolle vervangen. Heel veel sporen vervangen. Hebben bovenleiding aangebracht. En we zijn natuurlijk druk bezig het nieuwe station Zwolle Stadshagen te bouwen. 12 weken is ontzettend lang. Dat doen we eigenlijk nooit zo lang. We hebben samen met de provincie zitten kijken wat is nou het slimste. En het bleek dat als we alles in 12 weken deden, konden we het heel snel en efficiënt en goedkoop bouwen. En daarnaast, doordat er vakantieperiode was, want we zagen net ook heel veel studenten uitstappen, is het gewoon veel rustiger en is het makkelijker om die mensen alternatief vervoer te bieden. Dus dit was de snelste en goedkoopste manier met de minste hinder voor de reizigers hoe we het konden bouwen. Moest u vaak afgelopen tijd met de bus? Ja, vanaf het begin. Duurde dan 2,5 uur, maar nu 2 uur. Ja. Nou, dat half uurtje, dat redden we wel. Het was al iets langer, maar uiteindelijk moet je er toch komen. Met een overstap ben je, moet je soms toch nog wachten. Maar nu scheelt het weer, dan heb je een trein eerder, dan ben je toch weer wat eerder thuis. En dat is toch wel fijn. Ja, je bent er sneller, je zit comfortabeler. Hè? In de trein zit je, in de bus zit je echt een beetje opgesloten. ProRail bedankte haar reizigers vandaag dan ook voor hun begrip de afgelopen 12 weken. Toch is er voor de reizigers weinig veranderd, omdat er nog steeds in de oude dieseltreinen wordt gereden. Maar voor de machinisten is het wel een beetje anders. Het is eigenlijk een beetje net als op de snelweg. Hè? Als de snelheid verhoogt van 100 naar 130, dan staan de borden. Bij treinen moeten ze dan van tevoren weten dat. Ze weten waar de seinen staan, ze weten waar ze moeten remmen. En ze moeten op tijd natuurlijk blijven. Dus we krijgen alle machinisten instructie. Wat is er veranderd? Waar staat het nieuwe sein? Zodat ze dat weten te vinden. Want ook bij mist moeten ze dat kunnen vinden. Dus dan is alles uitgelegd. Vanaf december gaan er elektrische treinen op het Kampenlijntje rijden.